Holy shit, wat is dit? Jongens, kijk dit! What the fuck? Ze zijn binnen. We hebben 3 weken gewacht. Maar ze zijn binnen! Wow! Yes! Woo! Goedemorgen, jongens. Vandaag hebben we iets heel speciaals. We gaan namelijk wat anders doen dan normaal. Misschien hebben jullie het wel vaker gezien. Mensen die in China spullen gaan kopen voor heel weinig geld en kijken hoe vette dingen ze ermee kunnen. Nu dacht ik ga een freerun versie ervan maken. Dus sportschoenen, broeken, shirts, petten, truien, noem het maar op. Ik ga alles zoeken en alles uitproberen of het chill is voor freerunnen. Dus dat jij ook nooit meer naar de winkel hoeft, omdat je het veel makkelijker uit China kan halen. Bij 1000 likes ga ik nog een aflevering maken. Dus als jij wil dat er nog een aflevering komt, doe dan vast een duimpje omhoog. En dan gaan we nu beginnen. Deze aflevering wil ik vooral gaan zoeken naar trainingsbroeken, een korte en een lange. En misschien kijken of ze nog wat anders leuks hebben in de benenbroek vibe. Dus we beginnen met een broek. Natuurlijk beginnen wij wel van prijs, van laag naar hoog. Want we gaan kijken hoe we zo goedkoop mogelijk een vette outfit samen kunnen stellen. Oké, price. Low to high, want we zijn natuurlijk zo skeer als het maar kan. Holy shit, wat is dit? Jongens, kijk dit. What the fuck? Dit is gewoon een soort mislukte pyjama. Kijk hoe dit eruit ziet. Het lijkt gewoon alsof je een soort jerk pyjama iets aan hebt. Ga er gewoon even doorheen scrollen. Even kijken wat we kunnen vinden. Eventually. Jeetje, wat veel leggings. Ik hou niet van leggings. Zo, als ik zo ga zingen, moet ik misschien wel een legging gaan dragen, ja. Legging, legging, legging. Legging, legging, legging. Legging, 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 legging. Het ziet er al wat beter uit. Deze vind ik er vet uitzien, maar volgens mij zijn dit namaak van iets. Ik herken dit logootje ergens van. Als jij weet waarvan het is, laat dan even weten in de comments. Dan kom ik er misschien achter. Wat is dit? Dit ziet er een beetje uit als Adidas-achtig. Van Quiche! Ja, ik weet het niet, man. Is dit cool? Ja, op zich. Ik vind deze zwarte... Oh, ga ze weg. Deze zwarte vind ik er wel vet uitzien op zich. Het enige jammer is dat die $18 is. En dat vind ik best wel duur voor AliExpress. Dus we gaan nog even zoeken of we iets goedkopers hebben. Maar we houden hem in ons achterhoofd. Jongens, jongens, jongens. Waarom is dit zo lastig? Waar ik ook altijd nog een beetje bang voor ben, is dat het gewoon echt kakkwaliteit is. Dat je gewoon €20 uitgeeft en dan krijg je echt gewoon een broek van €2, zeg maar. Hoe verder ik ook doorscroll in de bladen, hoe minder vette broeken er eigenlijk komen. Dus ik ben bang dat ik zometeen een van de eerste pagina's moet gaan kiezen. Ze hebben de Van Quiche broeken en een Vaux. Be right back. Ik ga even iets halen dat ik mijn benen kan meten, dat ik weet hoe lang een broek ik moet kopen. Oké, ik ben even een weekbladje aan het zoeken, want ik moet gaan meten hoe lang mijn benen zijn. Het enige probleem is dat ik geen idee heb waar wij een meetlat hebben. Meetlat! Boas, je bent zo dom. Het wordt trouwens weer zomer, dus wil je dan ook weer trampolinevideo's gaan maken op mijn eigen trampoline? Laat dan ook even weten in de comments. Want ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen, want ik heb al heel veel gedaan. Maar als jullie nog wat te weten, laat even weten in de comments. Found een meetlatje. Ik moet nu even een touwtje vinden dat ik hem om mijn middel heen kan doen. En dan meet ik weer het touwtje met dit en dan... Ja, slim. Doen we hem mee, dan moet hij tot hier. Dan pakken we de meetlat erbij. Dan gaan we vanaf hier meten hoe lang dat is. 92. Ik weet niet of dat betekent dat ik dik of dun ben. Dat zie je zo weer. Nu moeten we mijn benen nog meten. Zo, gaan we nog eens een keer meten. Dat is 92. Oh, dat andere is ook 92. Top. Is dat precies even lang? Oké, ik ben dus achtergekomen dat mijn benen precies even lang zijn als de omtrek van mijn middel. Ja, leuk. Oké, dan gaan we terug achter de computer. Oké, alles is opgemeten. Nu gaan we even kijken in het schemaatje welke broek we moeten hebben. How to measure. Oh, oké. Ik heb het dus een beetje fout opgemeten, zie ik nu. Ik had eigenlijk gewoon de lengte moeten meten en niet rondom. Dus dan ga ik nu even zitten doen. Ongeveer 38 bij hip en waist, denk ik. Rond de 40. En pants lengte is 92. Ik denk dat we een M gaan bestellen. En dan hopen dat die goed gaat passen. Ik neem de Van Quiche broek. Ja, ik vind hem er best wel vet uitzien. Het heeft een beetje iets Adidas-achtig. Maar... ik zeg doen, add to cart. De lange broek hebben we in de pocket. We gaan nu zoeken naar een korte broek. Een korte broek. Oké, we zitten in de lijst. Ik zie hier allemaal babyspulletjes.
niet helemaal wat we zoeken, maar we kunnen het ook bestellen. Jongens, 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 waarom hebben ze geen trainingsbroekjes? Het zijn alleen maar van die fietsbroeken. Ik heb heel wat bladen doorgekeken met de korte broeken. Helaas kan ik echt niks vets vinden. Dus ik ga even kijken of ik misschien een vet shirt kan vinden. Als jullie iets voorbij zien komen waarvan je denkt, oh Bos, dat had je echt moeten kopen. Laat het dan even weten. Stuur me een DM op Instagram. Mijn Instagram is boasola-o. Dan kan je het naar me toe sturen en misschien koop ik het dan later nog wel. Dit shirt vind ik er best wel oké uitzien. Hij is alleen heel plain. Dus misschien als we hem binnenkrijgen moet ik er zelf maar wat opdrukken. Mijn logo of mijn hoofd of een appel of weet ik veel wat. Ik heb hier een shirt gevonden. De foto is van Kanye West. Het ziet er gewoon wel uit als een prima shirt. Dus ik ga deze even kijken. Ik zit even te kijken welke kleur ik wil. Ik ben heel erg geneigd om zwart te gaan omdat ik altijd alles zwart draag. Maar misschien is een ander kleurtje ook wel leuk. Staat hier wel Asian size. Er staat hier gelukkig een table bij. Dus ik kan hier kijken welke size ongeveer mij is. We pakken een XL. XL lijkt mij het beste. Heel raar. Je kan hier zeg maar verschillende kleuren aanklikken. Maar je kan ze ook allemaal aanklikken. Krijg je dan een random kleur of zo? Hoe hebben ze dit bedacht? We nemen gewoon de gele. Ik vind hem niet mooi. Maar ik denk, YOLO, laten we het gewoon doen. 6 euro kost die. Het shirt is... 6 of 7 dollar, dus ongeveer 6 euro. De broek is 18 dollar, dus omgerekend ongeveer 15 euro, denk ik. Voor een shirt en een broek zijn we 24 euro kwijt. Dus laten we het bestellen en dan moeten we heel lang wachten tot we het binnenkrijgen. Ik heb het nu in euro's hier staan, het is in totaal 20,21 euro. Dus eigenlijk helemaal niks voor een broek en een shirt. Dus ik zie jullie weer over ongeveer 3 à 4 weken wanneer ik dit ga openmaken. Shipping duurt wel lang, jongens. Tot dan. 12 seconds later. Ze zijn binnen. We hebben 3 weken gewacht. Maar ze zijn binnen. Wat me opvalt is dat dit pakketje echt heel erg klein is voor een broek. Omdat het natuurlijk uit China komt, duurt het gewoon 4 weken voordat ik het binnen heb. Maar nu hoop ik ook dat het een beetje goed is. Dus we beginnen met het shirt. Want ik ben meer benieuwd naar de broek. Dus daar wachten we nog even lekker mee. Zit nog in een verpakking. Ik had echt in mijn hoofd dat we een knalgeel shirt hadden besteld. Het is wel stretchpul, dat is op zich wel chill. Ik ga hem even aandoen. Ja. Hij voelt wel lekker, hij voelt wel zacht. Hij is ook wel een mooie maat, vind ik. Voor die 5 euro die ik hiervoor heb betaald. Nee, deze zeker aan te raden, jongens, echt. Moet er nog een keer mee sporten, maar zoals hij nu voelt, helemaal topper. Ik heb het gevoel dat het een beetje een Adidas broek zou zijn. Maar hij is wel heel dun, het pakketje. Hij zit in een mooie sealed bag. Oh, jongens. Oh, dit ziet er echt heel erg klein uit. Nou, hij ziet er ietsjes korter uit dan die andere. En wel wat strakker. Maar we gaan het gewoon proberen. Het is net eigenlijk een maatje te klein. Maar hij is wel stretchy, dus hij is op zich wel chill. Ik denk dat ik hem aan Anna ga geven, want Anna past hem denk ik beter dan ik. Het is echt, echt heel strak voor mij. Dat ben ik niet gewend. Maar het is wel gewoon een goede broek. De maten kloppen. De kwaliteit ziet er prima uit. Er zitten ritsen in, wat ik heel erg chill vind. Dus het is echt een prima broek. Maar ja, ik weet niet. Ik voel me een beetje vrouwelijk of zo erin. Het is nu ongeveer 2,5 week later. Ik heb in allebei, in de broek en in het shirt, heb ik een beetje getraind. Shirt, prima. Ik heb hem hier nu niet. Ik heb veel mooiere shirts aan. Boosvp.com als je het ook wil. Is heel cool. Truien, shirts, bandjes, mooi. De broek heb ik nog wel aan. Hij is iets losser geworden, dus ik vind hem nu wel vet. Het enige kut is dat... Deze rit zit hier los, dus ik heb hem aan elkaar gelijmd omdat hij anders dus kapot ging. En hij begint hier al een beetje los te raken en kapot te gaan. Lekker in mijn thuis kijken, jongens. Ik laat jullie even zien dat hier nog wel op deze mooie Noordtrampoline van Wesse Jeffels trucjes kan. Wesse Jeffels? Ja. Tada! Oh, ik zag je er al gewoon doorheen vliegen. Gewoon. Ik had het beeld in mijn hoofd. Ja! Ja, trippels zijn hier zo makkelijk, gast. Goeie tramp, goeie tramp. Goeie tramp, kouwe. Hij staat alleen heel strak. Ja, maar dat vind ik chill. Ik vind ook, ik hou ook van strak. Ja. Mag ik misschien ook een trucje doen voor je video? Het ging eigenlijk om de broeken, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb ook een mooi broek. Jij hebt ook een mooi broek, ja. Wauw. Yes! Ik kon me gewoon niet opvangen. Maar dit zijn dus de 2 dingen die ik deze video heb geprobeerd. Als je het leuk vond, laat even een duim omhoog achter. Bij 1000 likes doen we nog een aflevering. En dan ga ik schoenen proberen. Of truien of bandjes. Of zeg maar wat jullie willen zien.
En natuurlijk, kijk, als je leuk vond, subscribe even. En dan zie ik je de volgende keer bij de volgende video. En dan ga ik weer salto's doen. Ja. Wat was dat? Een 7 salto. Nou oké, doei.